En dan kom je op 19,6 Newton. En er staat 2,0, dus dat wordt 19,6 volt. En dan zit het juiste aantal zit op het site. Vraag B, moet je de spankracht berekenen in de touw als de kogel stilhoudt? Ik bedoel het valt, maar hier is de zwaartekracht. Easy for you. Yeah. Look, amazing spam. Yes. Okay.